Het is wedstrijd nummer 101 in Europa voor Draisma Dynamo. En daar zien we weer een oude speler teruggekeerd op het honk van weleer. Joram Maan maakte de hoogtijdagen van Dynamo natuurlijk mee. Tegenstander Mladost Marina Castella komt uit Kroatië. Is een team waar men in Nederland nog niet zo heel veel van weet. Dat duurt niet lang. Uiteraard is er wel een videootje bekeken door de mensen van Dynamo, maar die maakte Redbert Strikwarda en Mark Roper niet heel veel meer wijs. Maar dat worden ze snel in de wedstrijd, want Dynamo neemt een makkelijke voorsprong. Niels Plink met de opslag, deze ook alweer raak en zo gaat Dynamo naar 5 tegen 1 in de beginfase. En moet de coach van Mladost gelijk in het begin van de wedstrijd een time-out nemen. Opnieuw Plink. Goed, de bal op de diagonaal gezocht. Die slaat hem dan uit en dan is het 6 tegen 1. En dus begint Dynamo uitstekend aan de wedstrijd. Setpoint nu, 24 tegen 12. Want Dynamo gaat goed door. Wordt dan 24 tegen 13. De Kroaten sprokkelen nog weer een puntje en dan de opslag van Polic. Goed gepakt in het achterveld. Kars van Tarel, de spelverdeler van Dynamo en de bal hard. Die via de blokkering geslagen wordt. En zo gaat de eerste set naar Draisma Dynamo. Ook in de tweede set gaat het prima. Stand nu 7 tegen 4. Beelden van achteruit de hal. Mooie rally. En je ziet dat de Kroaten dan wat beter in de wedstrijd gaan komen. Het verschil is niet zo heel groot en deze bal redden ze dan uiteindelijk toch nog. Via Plink van Tarel de bal dan achterover en uiteindelijk is het via Hoogendoorn het punt voor Dynamo. En staat het bij de eerste technische time-out 8 tegen 4. En raak. En 9 tegen 4 en dus doet Dynamo het ook goed in set nummer 2. Via 17-10 gaat het nu naar 22 tegen 17. Tom van Heuvel, bal is uiteindelijk wel aangeraakt. En nee, toch niet. Er is even wat discussie. Dynamo denkt dat het punt naar Apeldoorn hoort. Dat zegt de scheidsrechter van niet. En dus is het 22 tegen 18. Tom van Heuvel. Ja, natuurlijk veel nieuwe gezichten bij Dynamo. Heeft ook te maken met de afwezigheid van deze Floris van Rekom. Hij heeft een schouderblessure en is lang uit de running. Het is inmiddels setpoint. 24 tegen 19. En nog een keer een punt voor de Kroaten. Die blijven meespelen. Komen wat beter in het spel. Deze tip-in van Polic leidt tot een punt. Maar het setpoint voor Dynamo blijft staan en dat wordt dan op deze manier benut. Als de bal wordt uitgeslagen en daar is de tweede set dan ook voor Draisma Dynamo. Ja, dit is oud-Hollands en oud-Apeldoorns glorie op de tribune met Bas van der Goor. Set nummer 3 is dan een stuk spannender. 22 tegen 22. Beide ploegen doen niet veel voor elkaar onder. En Dynamo gaat wat mee in het niveau van de tegenstander. Dat kan ook niet anders als de sets daarvoor zo gemakkelijk zijn gegaan. Het is nu gelijk. 23 tegen 23. Actie van de Kroaten. Goed gered daar aan de buitenkant. En dan vanuit het achterveld opnieuw opgezet. Nu wel weer wat meer passie, wat meer vuur. Wat je eigenlijk kent van al die Balkanlanden. En wat er in deze wedstrijd zo weinig uitkwam. Tip in van de spelverdeler mislukt en dat is dan een gemiste kans voor Dynamo. En een punt voor de Kroaten. 24 tegen 23. Matchpoint voor de thuisploeg blijft staan. Hier de bal hard door Hoogendoorn in de blokkering geslagen bij die nummer 10, bij Dejan Skosic. En dus is het aan het einde van de derde set eindelijk spannend. 24 tegen 24. In deze belangrijke wedstrijd voor Dynamo. Want thuis moet gewonnen worden. En als je dan ook uit nog een winstpartij produceert, is het gewoon voorbij. Maar ja, als de Kroaten winnen,
dan moet er nog een golden set gespeeld worden. Nu is het weer matchpoint. Derde matchpoint voor Dynamo op de opslag bij Sjoerd Hogedoorn. Die uitstekend speelde, net als Niels Plink. De bal weer naar de buitenkant. Niet aangeraakt, uitgeslagen. En dus is het een dikke 3-0 voor Drijsma Dynamo. Wedstrijd nummer 101 in Europa loopt goed af. Want Mladost Marina Castella wordt in eigen huis verslagen met 3-0.